Het meeste is gisteravond eigenlijk wel gezegd over de wedstrijd tegen NEC die Vitesse uiteindelijk met 3-2 verloor. Vanmorgen stonden de jongens weer op het trainingsveld op Papendal. Er werd rustig getraind en zodoende hersteld van de wedstrijd in Nijmegen. Hoe hebben de jongens eigenlijk geslapen vannacht? Slecht. Slecht. Dat is normaal gesproken altijd wel naar een nederlaag. Ik heb even bij die jongens gecheckt en dat geldt eigenlijk voor alles en iedereen. Ja, hoe ik geslapen heb. Het is natuurlijk zonde dat je die wedstrijd op die manier verliest. Maar ik heb gewoon goed geslapen omdat ik het volste vertrouwen heb in zondag. I'm fine. We make training, easy training. And because we have to be ready for Sunday. So the more important now is prepare ourselves to be ready for Sunday. Then we have to put our power than we have and we will see. Ik was ook al heel vroeg hier. Vanochtend, de jongens waren ook al vroeg binnengedruppeld. Maar aan de andere kant ga je ook weer vol goede moed. Dat is denk ik belangrijk. Dat je gisteren is gebeurd en er is alles over gezegd geschreven. We hebben allemaal al een onderdeel van uitgemaakt. Maar dat is gebeurd en nu moeten we over naar de orde van de dag. En kijken hoe we zondag in de terugwedstrijd, zeg maar, NEC daar kunnen krijgen waar we willen. Ja, is het dan jouw taak om de teleurstelling van de jongens om te zetten in positieve energie? Nee, niet alleen van mij. Want het mooie is dat ik zeg het vaak en dat we dat met z'n allen doen. Staf, spelers, die hebben één gedachte. En het is wel mooi om te zien dat de bevestiging heel duidelijk aanwezig was. Ook bij die jongens om zondag echt iets goed te zetten, recht te zetten. En ja, misschien is dat wel het mooiste wat je als trainer kan overkomen. Dat je een beetje op de achtergrond kan kijken van hey, hoe zit het in de groep? Hoe gaan ze met elkaar om? Het is toch een nederlaag, hoe je het ook bent of keert, die we leiden gisteren. Maar we hebben op basis van de wedstrijd en de uitslag, want dat moeten we ook niet vergeten. Ondanks dat je verliest, is het toch een prima uitslag om mee verder te gaan. En wat ik zeg, af te maken in onze eigen dome. Niet alle jongens trainden vanmorgen mee. Sommige spelers met kleine pijntjes werden binnenbehandeld. En Nicky Hofst en Alexander Büttner keken een deel van de training vanaf de zijkant toe. Nee, het is, ik zeg steeds, je hebt maar heel weinig tijd om te herstellen. Dus vandaag hebben we een aantal jongens zijn binnengebleven. Maar het overgrote deel is gewoon lekker naar buiten gegaan om de training weer op te pakken. En het herstel ingezet van de wedstrijd. En ja, morgen gaan we weer verder met dezelfde groep. Want ik heb net van de medische staf gehoord dat iedereen gewoon beschikbaar is voor morgen. Of zondag. Ik ben samen met Nicky gaan fietsen. En ik heb een beetje last van mijn kuiten. Niks ergs. Maar ik ben gaan uitfietsen. Ik denk dat het op dat moment beter was om het veld op te gaan. En morgen train ik gewoon weer. De 500 meegereisde Vitesse supporters waren gisteren wederom een echte 12e man voor de spelers. Vanmorgen, na de training, vertelden de spelers nog over de hartstochtelijke steun die ze in Nijmegen hadden gevoeld. Nee, ik denk dat als je gisteren naar de supporters kijkt, dat het al genoeg zegt. Fantastische supporters, denk ik. En hoe ze gisteren ook achter het team bleven staan, terwijl we hadden verloren. En als je dan ziet hoe ze achter het team blijven staan, dat is gewoon super mooi. Ik hoop dat zondag weer veel publiek is en dat ze vol achter ons gaan staan. Nou, dat merk je natuurlijk ook als je speelt wel uit. Maar als je gesteund wordt door je eigen supporters op een manier zoals ze dat gisteren met ons en bij ons deden, dat is fantastisch. En als je ook weet, en daarom is het zo belangrijk dat we nu thuis spelen en dat we de steun van de 12e mannen worden we vaak. We hebben dit seizoen heel veel steun al gehad van onze supporters die altijd achter de ploeg zijn blijven staan. Maar zeker, nogmaals, als je alles meeneemt wat gisteren gebeurd is, kan dat de laatste stap zijn voor ons dat we over dat drempeltje geduwd worden. En ja, ik hoop echt dat het stadion van zondag uitpuilt bij wijze van spreken, want dat kunnen we goed gebruiken.